tegeltje gaan, een ander plekje zoeken, want hier is het niet veilig in de tuin. Kijk, hij zit echt heel vlakbij. Zo, het is nog een beetje donker, het is 8:30. En ik moet al naar het station. Daar had ik nog even niet op gerekend. Ik was er eigenlijk van uitgegaan dat Manlief later zou zijn. Maar hij is vroeg geland en de douane werkte eens een keertje. Echt, als je erop rekent dat ze langzaam zijn, dan gaat alles super snel. Dus hij had de trein van 7 uur al. Dus hij staat zo in Emma en gaan we hem ophalen. Hè? Tot later! Ik word uitgezwaaid door 2 katten. Die zitten daar zo braaf te wachten. Nou, daar komt hij. Ik ben al lang blij dat het droog is. Hey, kom hier dan. Wat is er? Ja, heb je hem nou door? Ja, heb je hem nou door? Ja. Nee, kom eens hier dan. Ja, kom. Ja. 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 Is goed, deze. Is goed. Heb al bakken. Nee, toch ook dan. Een hol. Dat was. Hallo, inmiddels is het 6 uur geweest. En is het tijd om de vlog te gaan afsluiten. Ik heb vanmiddag niet meer gefilmd eigenlijk. Man is vandaag thuisgekomen. En het is nog een beetje onwennig om dan te gaan filmen waar hij bij is. Ik heb een paar stukjes probeerde ik te filmen. En hij ging er gewoon doorheen kletsen. Nou, dat was niet de bedoeling. Dus ik moet nog even schakelen. En hij ook nog natuurlijk. Dus maar goed, hij is weer veilig thuis voor de komende 7 weken. Ik heb vanmiddag lekker aan mijn Autumn Rain socks zitten breien. En ze schieten al aardig op. Ik ben bijna bij de teen. Ik moet zo even opmeten. En dan ben ik gewoon al bij de teen en dan is sok 1 klaar. Ik ben eigenlijk ook wel toe aan weer eens een keer iets af hebben. Dat voelt alsof het al heel lang geleden is dat ik een project af had. Dus daarna moet ik dus nog een hele sok breien. Maar goed, ik heb het idee dat ik weer veel te veel verspreid bezig ben. Dus ik moet echt even gaan focussen op één ding, want ik wil dingen af hebben. Verder heb ik voor vanavond eigenlijk niet zoveel te vertellen. Ja, man is thuisgekomen, dat heb ik een stukje gefilmd. Nu moeten wij weer gaan schakelen. Wij hebben 2 levens eigenlijk. Ik heb een leven met man en ik heb een leven zonder man. Dus het is altijd even weer wennen, schakelen van wat doe jij, wat doe ik? Hoe gaan we hiermee om? De eerste daar 2 dagen heb ik meestal zoiets van, blijf er van af, dat is van mij, dat moet ik doen of ik wil dat doen of op die manier. Het is altijd even schakelen weer tussen 2 werelden. Komt wel goed. Dus ik ga het hierbij laten, ik ga dit uploaden en dan zie je me morgen weer. Tot morgen. Doeg!